Dus, ben ik weer. Nee, maar even serieus, het is echt lang geleden geweest. Het is nu echt 1,5 jaar geleden of zo voordat ik mijn laatste video bijna heb geüpload. Ja. Maar nee, ik dacht serieus, laat ik weer eens een keer een video gaan maken. Maar de video gaat natuurlijk, zoals je in de titel hebt gezien, over Yeezys. Deze. Maar ja, als je dat nog niet weet, dat zijn natuurlijk deze schoenen. Want, in de tussentijd dat ik niet op YouTube heb gezeten, ging mijn social media natuurlijk wel gewoon door. Waaronder andere op Snapchat heb ik heel veel contact met mensen. En op Snapchat krijg ik toch wel echt redelijk vaak de vraag: hoe kom je nou aan Yeezys? Want elke keer als ze uitkomen, heb ik de laatste tijd geluk gehad met het krijgen van de Yeezys, laat ik het zo alvast zeggen. Want dat is eigenlijk wel wat je moet doen. Je moet geluk hebben. Maar allereerst, daar heb ik een paar dingen om te melden aan jullie. Maar dat zal dus waarschijnlijk aan het einde van de video zijn. Aangezien ik gewoon het belangrijke gedeelte, wat dus eigenlijk de video over gaat, wil ik als eerste doen. En als je geïnteresseerd bent in hetgeen wat buiten de video zelf staat, oftewel mijn privéleven op dit moment. Ik zal hier dan wel even inzetten bij welk minuut, ding, seconde-achtig dat is. Dat dus. Om er even op terug te komen, mensen die vroegen aan mij: Joost, hoe kom je nou telkens aan de Yeezys? En eigenlijk is de vraag redelijk simpel voor mij om te beantwoorden, aangezien ik weet hoe het gaat. Maar als je er geen verstand van hebt en eigenlijk gewoon op internet zoekt, dan is het eigenlijk best wel lastig om überhaupt echte Yeezys te kunnen krijgen. Want je kan Yeezys kopen en dan denk je: oh, ik heb Yeezys. Maar vaak zijn dat neppen zonder dat je het echt weet, omdat je daar uiteindelijk dus nog een redelijke prijs voor betaalt. Denk dan aan 150 tot 200 euro. Maar dan is het dus zo dat Yeezys is een onderdeel van Adidas. Dat is dan zeg maar een collaboration met Kanye West. Dit is trouwens echt heel awkward voor mij, aangezien ik dus nu in een nieuwe wijk woon en iedereen vanaf daar mij kan zien. Oké, maar even serieus, het gaat dus best wel lastiger dan de meeste mensen denken. Maar ja, dan heb ik dus een paar stappen die je eventueel kan gaan doen om echte Yeezys te kunnen krijgen. Dus de eerste stap die je eigenlijk moet weten om ze te kunnen krijgen is: wanneer komen ze uit? Want het zijn niet schoenen die je zomaar in de winkel kunt halen. Om de zoveel tijd komt er dus een nieuwe paar uit. Ja, als je dat niet weet, dan kun je ze dus ook niet halen, zeg maar. Dus dat is wel echt het belangrijkste wat je moet weten. En dan moet je ook echt gewoon dagelijks bijna checken, omdat het gewoon heel onverwachts is elke keer. Ja, en dat kan je natuurlijk doen via Twitter, Instagram. Ik zelf vind het fijnst om via Twitter te doen, omdat ik dan gewoon meldingen krijg van degene die dat dan vertelt aan de mensen. Maar ja, wat het dus vaak is dat het zo heet, account Yeezy Mafia. Die vertelt ons dan vaak wanneer ze uitkomen en waar dat dan is. Ja, dat doet eigenlijk Adidas, maar Yeezy Mafia is dan degene. Nou is het dus zo dat als je weet wanneer ze uitkomen, je niet meteen naar de winkel kan lopen om ze te halen. Dan moet je zeg maar bepaalde winkels in de gaten houden op social media. Denk aan in de app, op de website. De winkels die dan geselecteerd zijn door Adidas om de schoenen vrij te kunnen geven, zeg maar, om ze te kunnen verkopen. Die staan dan altijd op de website van Adidas zelf. Daar staat altijd een lijst met welke winkels in welke landen de schoenen mogen verkopen. Die winkels boeit er eigenlijk niet toe op dit moment. Dat kun je dan zelf allemaal wel opzoeken. Het belangrijkste is dus wel dat je weet hoe je ze bij die winkels kan krijgen. En dat is wel vaak het lastigste. Omdat meestal alle winkels in Amsterdam zitten. Of er zit er eentje in Sittard. Of je hebt er twee in Rotterdam. Maar voor de rest zit alles in Amsterdam zelf. Dus je moet ook echt naar de winkels toe. Om te kunnen zorgen dat je die schoenen kunt krijgen. En als je dan helemaal in Limburg woont, kun je wel naar die van Sittard toe. Maar dan heb je maar één van de zoveel winkels waar je de kans kunt krijgen om ze te halen. Dus ja, je moet wel echt naar Amsterdam toe. Dat moet je wel in je gedachten houden als je de Yeezys wilt. Ik heb de moeite er wel voor over, omdat ik gewoon serieus bijna fan ben van de schoenenlijn, om het zo te noemen. Maar niet iedereen heeft dat ervoor over, dus die laten het vaak gewoon liggen. Wat je dan moet doen is, er wordt een tijd bekendgemaakt door de winkel. Foot Locker en JD hadden dat de laatste keer. Dat was deze schoen. Ja, daar ben ik dus voor 1,5 uur per winkel in de rij gaan staan om die te kunnen krijgen. Het is maar dat ik geen leven heb, anders had ik het ook niet gedaan. Maar ja, dat is dus eigenlijk gewoon wat je eigenlijk wel moet doen om ze bijna te kunnen krijgen. Want ik zelf heb dus geluk gehad bij Foot Locker in Amsterdam. Ik heb daar toen 1,5 uur in de rij gestaan, inderdaad, wat ik net zei. En uiteindelijk wordt de dag van tevoren dat ze officieel uitkomen, wordt bekendgemaakt wie er gewonnen heeft bij de loterij. Uiteindelijk schrijven duizenden mensen schrijven zich in bij de winkel om een paardje te kunnen winnen. En uiteindelijk is het dus zo dan dat de winkel jou laat weten dat je gewonnen hebt en dat je morgenochtend in de winkel moet zijn om je paar schoenen op te halen. En dan moet je dan ook betalen aan de kassa. En dat is dan ja, 220 euro. Dus dat is gewoon de prijs, zeg maar. En dan is dat eigenlijk pas één van de drie opties of mogelijkheden wanneer je die schoenen kan krijgen. De eerste optie is dus in principe gewoon de winkels die door Adidas worden uitgekozen om de schoenen te mogen vrijgeven. Gewoon meedoen aan de loterijen waarin je ze kan winnen en dan moet je ze uiteindelijk alsnog betalen. Ja, het klinkt heel stom. Je wint de loterij, maar je moet het alsnog betalen. Maar dat is gewoon omdat er te weinig schoenen worden gemaakt en er meer vraag voor is dan dat er schoenen zijn, zeg maar. Waarom ze dat doen is gewoon omdat ze de status van de schoenen hoog willen houden. En dat het zeg maar niet iedereen op straat ermee kan lopen, dat het wel redelijk bijzonder is en blijft als je ze hebt. Optie 2 is dus zeg maar een app van Adidas zelf. En ik zet even de camera weer neer, want ik krijg een lamme arm. Maar dat is dan Adidas Confirmed. En dat is dan deze app. Adidas Confirmed natuurlijk. You're not logged in. Ja, maakt niet uit. Maar ja, dit is dus inderdaad degene die als laatste uitgekomen is.
Ja, je ziet nu dat de pick-up closed is. Maar wat eigenlijk de bedoeling is hiervan... Ja, je wordt dus gedwongen om in Amsterdam te zijn door de app. Omdat je dan in een bepaalde regio moet zijn wat in Amsterdam is. Omdat je daar de schoenen ook moet ophalen in de Adidas winkel. Dan telt de app af. Dat zie je live op je beeldscherm. En dan moet je zo snel mogelijk een opdracht doen dat op jouw beeldscherm staat. Dat is vaak gewoon een captcha wat je ook bij het bestellen van iets online moet invullen. Moet je dan gewoon zo snel mogelijk doen. En dan komt het te staan dat je... Of een paardje gereserveerd hebt, of dat je dus gewoon niks hebt. Dan heb je eigenlijk voor niks gereisd naar Amsterdam, zoals ik al 3 keer. Ofwel via Confirmed is vaak wel de lastigste manier om de schoenen te krijgen. Maar toch hoor ik wel altijd van bijna dezelfde mensen dat het ze lukt. En ik heb een paar vrienden die is het gewoon al een paar keer gelukt om via die app de schoenen te kunnen reserveren. Maar mijzelf is nog 0 keer gelukt. Dus ik houd liever zeg maar bij de winkels en bij optie 3. Optie 3, dat is altijd op de dag dat de schoenen uitkomen. Dat is om 10 uur in de ochtend. Ja, dat is dan op de website van Adidas zelf. Wat daar in principe gebeurt, iedereen die in Europa woont, die komt op 1 website terecht. En je komt in een wachtrij te staan. Dus laat die in principe net zo lang wachten. Terwijl Adidas zeg maar zelf... een hele lijst met personen heeft staan die op de website aan het wachten zijn om er doorheen gelaten te worden om een maat te kunnen kiezen en ze te kunnen bestellen, zeg maar. Vaak duurt dat wel echt bijna een uur dat je in de wachtrij kan staan en dat je er daarna pas doorgelaten wordt. Maar soms is het ook gewoon wel dat je na een paar minuten al doorheen bent. Ik zelf heb via de website 2 keer er doorheen kunnen komen om mijn schoenen te bestellen in mijn maat, gelukkig. Want het is ook zo dat als je er doorheen komt, dat ze vaak niet eens meer in jouw maat zijn. Als je laat door de website heen komt, dan zijn jouw maten al gewoon verkocht. Basically, random worden er mensen uit die lijst worden er gekozen om doorgelaten te worden naar de website waar je ze kan bestellen. Dat is eigenlijk dus optie 3. Ik heb niet echt een voorkeur, behalve dus dat ik gewoon de app het minst aanraad, omdat het mij daar nog nooit gelukt is. Ik zelf heb nu bij 2 winkels gewonnen in Amsterdam, waarna ik dus de zaterdag erna mijn schoenen op moest halen in Amsterdam. Voor de mensen die mij volgen op Snapchat, die hebben dat toen de tijd vast wel gezien. En via de website, ja, je hoeft uiteindelijk niks meer te doen, want ze worden gewoon thuis bezorgd. En dat is eigenlijk gewoon precies hoe je jouw paar Yeezys kan krijgen in de aankomende keren dat ze even uitkomen, zeg maar. Wat ik voor nu alvast kan zeggen is, ik weet dat er in november 1 paar uitkomt. En in december komen er 2 paar uit. Helaas zit ik dan in Valencia. Daar ga ik het zo dadelijk over hebben nog. Dus als dat je niet boeit, kun je zo dadelijk al wegklikken. Wacht nog even. Misschien is het nog wel heel even leuk om jullie nu te laten zien welke Yeezys ik in huis heb. Dat zijn natuurlijk deze paar, gewoon de hele witte. Ik zelf vind deze wel chill. Alleen het nadeel is dus, vind ik, dat ze gewoon heel snel vies worden. En daar kun je niet heel veel aan doen. Ik heb nog wel een paar leuke foto's hoe vies mijn schoenen zijn geworden, zeg maar, toen ik uitging op deze schoenen. Nee, maar uiteindelijk heb ik ze gewoon in de wasmachine gedaan en zijn ze gewoon weer schoon geworden. Dit was mijn eerste, zeg maar, eigen paar schoenen die ik zelf heb gewonnen bij de website van Adidas. Helaas zijn ze al best wel oud en gaat de kwaliteit dus ook naar achter, zoals je kan zien op de onderkant van mijn schoen. Ook heb ik dus deze, maar let momenteel niet op de schoenen, want ze zijn echt super, super vies. Dat komt omdat ik dus naar de kermis was gegaan op deze schoenen. En ja, voor de mensen die mij op Snapchat volgen, die hebben wel gezien hoe heftig die avond was. Gratis bier! Maar naar mijn mening is dit wel eigenlijk de favoriete die ik op dit moment heb. Ook heb ik dus nog deze, maar ja, die zijn al redelijk oud en ik pas ze ook bijna niet meer helaas. Wat eigenlijk best wel jammer is, want voor de mensen die deze kennen, ja... Die zijn dus wat zeldzamer dan de andere Yeezys. Verder heb ik dus ook nog deze, eigenlijk net zo oud als die. Alleen natuurlijk in een andere kleur. Voor de mensen die hem op willen zoeken, hij heet Pirate Black. Ik denk alleen dat jullie hem goed kunnen zien op dit moment. Want ja, het licht in mijn kamer is nog gewoon al kut. Ja, dan zijn dit eigenlijk wel de Yeezys die ik heb. Verder heb ik dus nog 1 paar. Alleen die zijn eigenlijk van mijn broertje huis betaald. Maar ja, ik heb ze zeg maar zelf gevonden bij een winkel toen de tijd. Dus ja, ik zie het als een 50-50. Die kan ik dus op dit moment niet laten zien. Maar voor de mensen die weten hoe ze eruit zien, zijn zeg maar de helemaal zwarte met rode tekst aan de zijkant. Dat zijn dus degenen die ik zelf heb. Ja, mijn menings lopen gewoon echt fucking chill. Als je de kans hebt om ze een keertje te kunnen proberen te halen, zeg maar, sowieso ook doen. Het is sowieso best dom dat ik deze video überhaupt maak. Want nu wordt het alleen maar moeilijker voor mij om nog meer Yeezys te halen. Ja, dit was het geheel dus eigenlijk over de Yeezys. Als je tot hier wil kijken, super bedankt voor het kijken. En dan zal ik vanaf nu gewoon dat gedeelte achter me laten, daar zo. En dan wil ik eigenlijk nog even wat over mezelf vertellen. Wat nou eigenlijk de bedoeling is van YouTube op dit moment. En met mijn privéleven soort van. Want in de tussentijd zijn er dus best wel veel dingen gebeurd. Zo onder andere ben ik eigenlijk weer nu begonnen met YouTube. Omdat ik over minder dan een maand zit ik gewoon voor best lang, 3 maanden, in Valencia op stage voor mijn school. En het leek mij natuurlijk wel gaaf om daar ook gewoon te kunnen laten zien hoe ik leef, wat ik daar dagelijks doe. Dus het leek me sowieso leuk om daar weer verder te gaan met video's te maken. En in de tussentijd zal ik denk ik wel nog eens wat uploaden als er weer wat ideeën in me opkomen. Of als jullie gewoon wat leuks laten weten. Maar ja, ik ga dus verhuizen. Dat wat je misschien al wel had gezien, dat gewoon het huis anders is.
qua indeling en zo. Ik zit dus op dit moment in Westervoort. Dat is een dorp naast waar ik eerst woonde in Duiven. En over een tijdje gaan we weer terug naar Duiven. Omdat het huis waar we echt in gaan wonen moet nog weer verbouwd worden. Dus dit is zeg maar een tussenhuisje voor een aantal maanden. Toch woon ik er zelf bijna niet, omdat ik dus naar Valencia ga. Verder wou ik eigenlijk even een soort van vragen aan jullie. Of jullie gewoon nog ideeën hebben voor mij om video's te maken. Of wat voor soort video's jullie leuk vinden. Of dat ik met andere mensen video's moet gaan maken. Ik bedoel, er zijn er wat meer vrienden van me. Die zijn nu zelf ook bezig met YouTube. Mij leek het persoonlijk wel leuk om een keer met ook vrienden video's te gaan maken. Maar als jullie natuurlijk leuke ideeën hebben voor mij om video's te maken met wie dan ook, laat het gewoon weten in de reacties. Ik lees sowieso alles. Dat was eigenlijk wel alles wat ik wou zeggen, denk ik. Soort van. Dus, nee, maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Like, abonneer, laat een reactie achter voor als je nog een leuke idee hebt voor een nieuwe video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Ja,